Hij werd geboren op 26 december 1893 en tijdens zijn opleiding raakte hij beïnvloed door revolutionaire ideeën. Hij hielp mee bij de nationalistische beweging in de revolutie van Sun Yat-sen in 1911 en zijn naam was Mao Zedong. Mijn naam is Stefan van History Hustle en we zijn er in Chengdu, China. Begin jaren 20 reisde Mao door China en hij kwam in aanraking met de arme boerenbevolking. Terug in Beijing was hij vastberaden en vastbesloten zich in te zetten voor het lot van deze arme mensen. Hij ontwikkelde zijn eigen communistische theorieën. En anders dan bijvoorbeeld het Marxisme en het Leninisme, waarbij arbeiders een centrale rol spelen in de revolutie, spelen bij de revolutie volgens Mao boeren een hele belangrijke rol. Toen in 1927 een splitsing plaatsvond tussen de nationalisten en de communisten en daarmee de Chinese burgeroorlog begon, schaarde Mao zich vanzelfsprekend bij de communisten en hij richtte het Chinese Rode Leger op en ging een genadeloze strijd aan tegen de nationalisten. In 1949 kwamen de communisten als overwinnaar uit de strijd en riep Mao de Volksrepubliek China uit. Begin jaren 50 was er nog sprake van een gematigde communistische koers, maar die werd gedurende de jaren 50 overboord gegooid. Ik leg dat uit aan de hand van een drietal campagnes die Mao voerde. De 100 bloemencampagne 1956-57. De Chinese autoriteiten begonnen hiermee critici en ook de gewone bevolking aan te moedigen om hun kritiek te uiten op de regering, met als doel misstanden in de partij aan te pakken. Maar de kritiek van intellectuelen, maar ook de gewone bevolking, was zo fel dat de partij daarna overging tot het vervolgen van al die mensen die ze daarvoor nog hadden aangemoedigd om kritiek te uiten. De wellicht meest desastreuze campagne was de Grote Sprong Voorwaarts. Die werd gelanceerd in 1958. Het doel was om China in een korte tijd om te toveren tot een industriële grootmacht. En daarvan moest zoveel mogelijk staal worden geproduceerd. Boerderijen werden samengevoegd in volkscommunes en hoogovens werden geplaatst op de erven. Omdat er te weinig ijzererts was, werden bestekpannen en fietsen gevorderd. Staal was dan vanzelfsprekend van slechte kwaliteit. Maar veel erger waren de massale hongersnoden die ontstonden, omdat de boeren geen tijd hadden om het land te bewerken. En al het voedsel dat werd geproduceerd, werd geëxporteerd naar andere landen in ruil voor wapens. Massale hongersnoden waren het gevolg, die nog eens werden versterkt door de 4 plagencampagne, een campagne binnen die Grote Sprong Voorwaarts. Het doel was om hierbij de 4 plagen, mussen, ratten, muggen en vliegen uit te roeien. En ze begonnen met de mussen. De Chinese bevolking ging massaal aan het werk om mussen weg te jagen, zodat zij niet meer konden uitrusten en uiteindelijk van uitputting dood uit de lucht vielen. Wat Mao echter was vergeten, was dat de mussen de sprinkhanen opeten. Het gevolg was de sprinkhanenplaag, misoogsten en massale hongersnoden. Tel daarbij op dat er ook nog eens massale terreurcampagnes plaatsvonden om de bevolking in het gereel te houden. Schattingen van het aantal doden tussen 1958 en 1961 variëren van 18 tot 46 miljoen. Mao's reputatie had flinke schade opgelopen door het falen van de Grote Sprong Voorwaarts en zijn machtspositie kwam in het geding. Om absolute macht te verkrijgen lanceerde hij de culturele revolutie en daarmee richtte hij zich op de jeugd. Hij verzamelde zijn ideeën in het kleine rode boekje en dat werd verspreid. En de rode gardes gingen stad en land af om het oude culturele erfgoed van China te vernietigen en vermeende anticommunisten te berechten. Talloze mensen werden valselijk beschuldigd van anticommunistische sympathieën, werden in strafkampen gestopt of vermoord. En een groot deel van het Chinese erfgoed ging hierbij verloren. Het totaal aantal doden varieert tussen de 2 en 8 miljoen. Niet Hitler, niet Stalin, maar Mao heeft het meest doden op zijn geweten. Zo na de verraderlijke 100 bloemencampagne, de desastreuze Grote Sprong Voorwaarts en de dramatische culturele revolutie, kan gezegd worden dat met 40 tot 72 miljoen doden Mao een van de verschrikkelijkste leiders is geweest uit de 20e eeuw. Hoe China daarna verging, hoe China daarna weer op zijn voeten kwam en ongekende groei maakte, daarover meer in de volgende video.